Fatima School heeft in afgelopen weekend te maken gehad met vandalen. De leerkrachten kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen zij enkele lokalen wilden bestreden. Ze merkten namelijk op dat er een ravage was aangericht in 3 van de lokalen. De ruiten van de ramen waren stuk geslagen en de scherven lagen op de vloer. Fatima School ligt aan de Groenhartstraat, Abrabroki. ATV-reporter Sifra Goudland was ter plekke en maakte het volgende verslag. Kijkers, goeiedag en welkom op deze maandagochtend. We staan nu voor de Fatima School, waar onze nieuws is niet begrepen dat er voor de zoveelste keer vandalisme is gepleegd op dit schoolerf. Ja, we wilden graag met de schoolleiding praten, maar wij hebben begrepen dat zij vanuit het RKBO niet mogen praten. Maar de schade is aan 3 klassen enorm. Op de kleuterafdeling hebben zij zich daarbinnen geforceerd en hebben zij al het werk van de kleuters vernield. Wij gaan proberen om met het RKBO contact op te nemen om te kijken wat zij gaan doen om dit zo min als mogelijk te voorkomen in de toekomst. Onze nieuwsdienst heeft getracht de leiding van het RKBO te spreken. Via het secretariaat vernamen wij dat de directeur niet aanwezig was. Enkele leerkrachten die door de leiding van de school het zwijgen was opgelegd, gaven buiten de camera aan dat het RKBO wel op de hoogte is van de vernielingen. Het secretariaat blijft er echter bij dat de leiding geen informatie heeft over de Fatima-school en al zodanig ook geen uitspraak kan doen.